deze donderdag, deze bewolkte donderdag, maar kijk. Een zonnetje! Dat is al een hele vooruitgang vergeleken met gisteren. Want wat was dan een troosteloze dag, zeg. Verschrikkelijk. Nou, je hoort het. Beestjes hebben net eten, tenminste je hoort Chester. Daar zit poezekind eten. Je hebt geen honger. Je ligt nog lekker te slapen. Je moet nog een beetje wakker worden. Ik ga deze lekker genieten van mijn bakje koffie. Even een beetje wakker worden. Vannacht tot laat Diana 7 Days zitten kijken. Een prachtige documentaire. Heel indrukwekkend. Het is natuurlijk vandaag precies 20 jaar geleden. Dat ze door die car crash om het leven kwam. En ja, ik heb al een traantje weggepikt vannacht. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik weet nog dat ik thuis kwam van stappen. En dat het bericht daar was dat ze overleden was. En heel bijzonder. En dan zou je zeggen, ja, wat heb je met het Engels huis, het Engelse koningshuis, wat had je met Diana? Het was gewoon een bijzondere vrouw. Het was een mooie vrouw. Het was een voorbeeld. Heel veel mensen hadden haar hetzelfde zoals haar. Ik heb ooit actie gevoerd als kind op de lagere school. Las ik dat voor het huwelijk van Diana en Prins Charles 300 Christie-beren moesten worden afgeschoten voor de nieuwe mutsen van de English Guard. En daar was ik het niet mee eens. En daar ben ik een handtekeningenactie mee begonnen. Je vet die uit de toekomst. Je hebt net gekeken naar het beginstuk van de opening van mijn vlog. En daar heb ik het over de actie die ik heb gevoerd. Daardoor wordt mijn vlog gewoon te lang. Dus ik dacht, het is misschien leuk om daar een storytime video van te maken. Die komt vanmiddag om 3 uur online. Maar genoeg. Ik ga je gewoon weer terug laten gaan naar mijn slaaphoofd van de opening van de vlog. Veel kijkplezier! Dus ja, ik heb wel iets met die vrouw. Prachtige vrouw. Eeuwig zonde. Maar ja, het wordt hier inmiddels stakjes te praten. Steeds donkerder. Dus ik ga heel snel mijn koffer pakken en even buiten voelen hoe het is. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Later! Ik ga naar binnen, ga maar lekker. En aan die arbeid. Zo, lekker gedoucht, aangekleed. Wat knopt de mens ervan op? Nou, er staat weer eens een videootje in de render. Ik ben boven bezig geweest. Ik zit nu helemaal in een documentaire over Diana te kijken. Die ze vertelt in eigen woorden met die videobeelden van haar. Heftig. En dan, als ik die af heb, dan is het videootje klaar, kan ik hem uploaden. En dan gaan we eens even lekker met Chester naar buiten, want de zon schijnt. Yes! Dus, daar ga ik jullie natuurlijk op meenemen. Komt-ie. Ik denk dat je moet springen. Waar hoef je niet te springen? Lekker! Zonnetje erbij! Ga pakken! Nu het zichtbaar is, zijn er gewoon echt hele schone visjes. Aan het zoeken met elkaar. Wat een verschil met gisteren, zeg. Het is niet helemaal helder, zoals je ziet. Het zonnetje komt, het zonnetje gaat. En als het zonnetje weg is, is het bijna fris te noemen. Maar alles beter dan gisteren. Chester weer blij. Sietjes. Ik ga het rustig aan terug naar huis. Ik zag dat de nieuwe bewoners naast ons al bezig zijn in het huis. Ik ben benieuwd. Hoeveel ze gaan verbouwen, hoeveel herrie we gaan krijgen. Ja, dat hoort erbij. Dus we zullen het zien. Maar, ik ga de bal pakken. Kijken waar die zwarte gebleven is. Want die is natuurlijk, ja, kleidheines. Au, stekels. Oh, daar ben je. Ik ga jullie opbergen. Hond aanlijnen. Ik zag net al oma Gent lopen hier in de verte. Geen zin in de boete. Dan zie ik jullie als thuis. Ik kan liggen. En hij gaat naar binnen te komen, want dat moet zijn schoenen netjes. Bewaakt hij met zijn leven natuurlijk. Hey.
wat te eten dan? Question of the day is beantwoord. Wij gaan lasagne eten. Dus ik ga even lasagne halen. Morgen gaan we de rest van de boodschappen halen. Knullen komen van het weekend. Dit keer het goede weekend. Ik zat net die vlog te editen vanmorgen. En ik moest zo lachen. Het afgelopen maandag had ik dus al in de vorige week maandag al in de vlog mijn agenda gepakt. Over wanneer die knullen weer kwamen. En ze hadden helemaal gekeken dat we ze niet het aankomend weekend zouden hebben. Dus afgelopen weekend, maar het weekend daarna. Dus dit weekend wat er nu voor mij aankomt. En ja hoor, daar stonden ze. Het is toch gewoon lief, het is toch ons weekend? Geweldig. Maar ja, een huis vol herrie zeg maar in één keer. Geweldig, heerlijk, genietend. Maar ja, Chester is weer helemaal blij. Hij kan weer op zijn plaats. Hij is altijd zo zielig als ze op zijn plaats gewassen wordt. Vanavond ga ik natuurlijk wel in de livestream. Ik weet niet of er voetballiefhebbers zijn. Vanavond de Nederlands elftal spelen. Tegen Frankrijk, erop of eronder. Dus die zal sowieso op televisie aanstaan. Dus ik zal half in de chat, half bij het voetbal zijn. En bij de game natuurlijk. Ik ben gewoon een Nederlands elftal fan. Inmiddels zijn inderdaad de mensen die naast ons komen wonen, de nieuwe bewoners, zijn gearriveerd. Toen Willem thuis kwam, deed hij zichzelf gelijk voorstellen. De buurman heet Raoul. Ze gaf ook aan dat ze wel gingen verbouwen, maar binnen de limiet, zeg maar. Dus met andere woorden, er komt herrie aan. Maar ja, we zullen het wel zien. Het is normaal. Het zijn huizen uit, wat is het, 2004. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze de badkamer, de keuken en de wc gaan aanpakken. En misschien wel een andere vloer erin gaan doen. Er ligt nu een plafuizenvloer. Hoop ik eigenlijk niet dat ze die plafuizenvloer eruit gaan. Dat maakt natuurlijk echt heel erg herrie. Maar ja, dan ontvluchten we aan het huis als dat zo mocht zijn. Tot zo! Geel en wit terug! Met twee bakken lasagne. Een pak schoonmaakdoekjes, want ja, morgen is het vrijdag. Dus dan gaan we natuurlijk weer de wc's alles schoonmaken. Ik wil eigenlijk ook even de lamellen afhalen en die allemaal even schoonmaken. Want je hond die racht daar natuurlijk altijd doorheen. En wij doen natuurlijk altijd zo ertussendoor, dus dat is helemaal vies. Ik kreeg trouwens klachten van Willem over het vloggen in de auto. Niet dat ik vlog in de auto. Het enige wat me irriteert is dat ik wel de radio uitzet, maar niet meer aanzet als ik thuis ben. Dus voordat ik wegging, kreeg ik het verzoek. Als je zometeen thuis uitstapt, zou je dan alsjeblieft weer de radio op 16 willen zetten? Ja, dus dat het enige is. Dus ja, de soleil. Och, heerlijk. Het ziet de wereld er toch heerlijk uit als de zon schijnt. Zo, dat was een mooie man in een hele mooie auto. Nou jongens, kijk hem nog toch. Soms zeggen ze altijd buiten trekken rijden thuis komen, thuis eten of zo. Buiten de honger krijgen, thuis komen eten, zoiets. Maakt het uit. Het was een mooie vent. Maar ja jongens, ik ben bijna thuis. Ik ga jullie opbergen en ik zal niet vergeten de radio aan te zetten. Tot straks in de keuken. Zo, oven lekker voorgevormd. Ze kunnen erin. Zo. 40 minuutjes. Eén klaar is Kees. We zien jullie zo meteen met een eindresultaat. Nou, de oven gaat bling. Dus hij is klaar. Waarom lukt dat niet? Wat is dit? Hey, maakt niet uit, ik hoef het toch niet heel te hebben. Nee, maar... Jongen, jongen. Heb je wat met mij te vertellen dat ik er altijd een rommeltje van maak? Kijk! Het plafond zit onder de spetters. Nou zeg, dat is wel een beetje overdreven. Hij wil gewoon niet. Nou, aangezien we de overhandschoenen gewassen al op zolder leren. Het is lekker makkelijk. Volkslied en dan staan wij in de keuken. Waar je met je hand op de borst gaan staan, man. Ja. Ga met mijn hand op mijn borst staan als ze vanavond winnen. Eerder niet. Laten ze eerst maar eens waarmaken. Laten ze me eens een keertje het Nederlandse voetbalvolk eens een keertje niet teleurstellen. Lijkt me fijn. Hé? Ja. Morgen! Bon appétit! Hier nog even afsluiting van de vlog. Nou, een lekker avondje. Livestream gekeken. En, nou ja, het Nederlands elftal was natuurlijk echt een fiasco. Maar ja, laten we dat maar heel snel uitwissen. En dan hebben ze het over een klein kansje. Nou, of je dat Nederlands elftal überhaupt niet verdient om naar een WK te gaan als je zo slecht speelt. Het is tijd om naar mijn bed te gaan. De honden even uitlaten. En dan ga ik lekker naar boven. Dus ik zeg bij deze,
fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot vlogs.